Voetbalster Desiree van Lunteren is blij dat ze deze zomer de overstap van Ajax naar het Duitse SC Freiburg heeft gemaakt. De Almeerse is deze week even terug in Nederland om zich met het Nederlands vrouwenelftal voor te bereiden op 2 play-off duels tegen Zwitserland. Inzet is een ticket voor het WK volgend jaar in Frankrijk. De overstap naar de Duitse Bundesliga was voor Van Lunteren wel even wennen. Het is veel rennen, hard werken. Ik word echt een stuk fitter nu ik daar speel. Ik bedoel, de intensiteit van de wedstrijd ligt veel hoger. Dus ik merk wel echt dat ik daar stap in maak. Ja. Maar de eerste oogpunten positief. Ben je leuk ontvangen door je medespeelsters? Ja, zeker. We hebben een hartstikke leuk team. Ik voelde me erg welkom. Je geeft zelf al aan, want het is harder lopen, fysiek word je sterker. Kun je zeggen dat het niveau in de Bundesliga hoger is dan in de Nederlandse competitie? Ja, ligt zeker hoog. Ja, als ik kijk naar de wedstrijd en naar elke wedstrijd ben ik gewoon echt kapot. Ik bedoel, de tempo ligt veel hoger. En kijk, in Duitsland, ik denk dat we in Nederland zeg maar gewoon nog rondspelen, de tijd nemen, rust. En daar blijven ze gewoon gaan. Ja, is heel anders, ja. En je hebt dus voor jezelf het idee dat je de goede stap genomen hebt? Ja, zeker weten. Ja, ik merkte gewoon bij Ajax dat het gewoon wat te makkelijk werd. En dat toe was aan een nieuwe stap. Dus ja, ik sta er nog steeds voor 100% achter, ja. Is het vergelijkbaar misschien wel met het niveau, de intensiteit bij het Nederlands elftal? Ja, zeker. Ja. Natuurlijk, uiteindelijk zijn de wedstrijden bij het Nederlands elftal natuurlijk nog een stapje hoger. Want je speelt echt met de beste meiden. Maar je merkt wel dat de intensiteit wat we in de Bundesliga geven, dat het echt wel aan de intensiteit bij het Nederlands elftal wel kan tippen, ja. Dus je bent heel blij dat je deze stap genomen hebt. Voor je ontwikkeling is dat fantastisch natuurlijk. Ja, zeker. Heel blij, ja. En je leeft daar nu als full prof? Ja. Ik doe alleen voetballen. Ik ben nu wel laatst begonnen aan een online studie. Dus probeer ik er wel bij te doen, ja. En komen ze vanuit het Almeerse nog wel eens bij je kijken daar? Nou, laatst is toevallig mijn sponsor Orange Cash geweest kijken, dus dat was wel heel leuk. En mijn vriend komt af en toe langs, ook leuk, mijn ouders, dus ja, zeker. Ja, je hebt je goed aangepast om in het buitenland te leven, te wonen, te voetballen? Ja, zeker. Ja, nee, alles is voor elkaar en ik voel me goed. Desiree van Lunteren uit Almere, ze heeft het dus goed naar haar zin in Freiburg. Ze speelt vrijdag in een uitverkocht stadion de Galgenwaard het eerste play-off duel tegen Zwitserland.